Hier heb je hem. Oh my god. Let op, 3-2. Daag! Oké, nice. We hebben Juffietje binnen. Jongen mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GameShow. En in deze video, zoals je kunt zien, gaan we weer World War 2 beta spelen. De open beta natuurlijk, het is het tweede weekend van dat World War 2 beta te spelen is. En we gaan met een speciale class spelen. We gaan met deze class spelen, de Pipis Haze 41. Gaan we spelen met Quick Draw, Xenomax en Grip. Super chille perks, of attachments bedoel ik, op de Pipis Haze. Extra ammo is natuurlijk altijd chill in je magazijn. En dat ronde magazijn ziet gewoon, ik vind het persoonlijke vette eruit zien met dit wapen. We gebruiken de Infantry Division, natuurlijk dat je drie attachments kan. Basic Training gebruiken we om sneller te kunnen reloaden tijdens sprinten en gewoon reloaden. Secondary we gebruiken we de 1911 en we gebruiken de Semtex. Ik noem het even de Semtex. Met deze class gaan wij een Domination potje spelen. En dan jongens, dan zie ik jullie in de game. Zo mensen, we zijn in het Domination potje gekomen op de map Ardennes Forest. Natuurlijk een super chille map, de sneeuwmap in de beta. En we gaan met de PPC spelen. En ik ben benieuwd of we gewoon goed scoren kunnen gaan neerzetten, maar ook natuurlijk dat we gaan winnen. Ik ga niet voor de C-vlag, ik ga gelijk door naar de B-vlag, Daro. Dus yeah boys, kom op jongens. Oké, de teammates gaan C pakken. Eén teammate rent mee, dat is mooi. Ja, we gaan denk ik even via het midden. Komen ze niet daar? Even Semtex gooien. Oh, kut. Oh my god, dat ben ik nog steeds niet aan gewend. Dat je, weet dat, een bepaald aantal secondes moet wachten voordat je je granaatjes kan gooien. Ik zit nu eigenlijk al in de span. Ik weet niet of dat slim is. Ik heb geen suppressor dingetje aanstaan, dus er kunnen geen Oh my god. Ik hoorde hem achter mij. Get turned bro. Ik hoorde hem jongen. Astro voor de win jongens. Ik zweer het. Die Astro is soms wel echt nodig ouwe. Dat is echt chill jongens. Oké, dat was onze eerste kill. Een soort van, ja, een kleine turn was het eigenlijk. Spannen ze hier nog steeds? Volgens mij wel. Volgens mij ik zit echt midden in de span. We hebben B en C namelijk. Dus ze moeten hier in de buurt gaan spannen. Maar ik zie nog niemand. Ik denk dat ze, oh teammate, jij bent hier. Hallo. Oké, ze zijn bij B. Ik zie ze. Jongens, we moeten B verdedigen hè. Daag. Oké, okay. Nog één? Nee, team is lekker jongens. Oké, okay. Ze hebben nu A en C wat eigenlijk niet hoort te zijn. Wij moeten of C of A hebben en dan natuurlijk ook de B-vlag nog. Ze zitten allemaal daar. Kut, ik heb geen centjes meer. Die! Dit ding heeft ook echt gewoon 52 kogels in het magazijn zitten. Nee, kut, ik ga er weg. Daar ga ik het niet overleven. Teammates pakken A, wij rennen door naar C. Want ze spannen hier. En ik weet niet, teammates kunnen capture kills pakken? Nee, de spawns zijn echt lijk. Ik ga wel gewoon meehelpen met pakken. Daar hebben we een capture erbij. Oké, let's go. Ze zitten bij B. Oké, ze gaan nu B pakken. Maar wij hebben A en C. Op zich vind ik dat niet echt heel chill. Want ja, dan de spawns op B. En dat wil ik niet hebben. Want wij moeten de B-vlag hebben. De B-vlag is alles, jongens, in Domination. Oké, kom op, jongens. Ik zag net hier iemand lopen. Maar ik ben hem nu alweer uit het oog verloren. Hallo? Enemy? Spannen ze aan? Oké, mooi. Dan kan ik doorrennen. Snel rennen. Ik zie echt helemaal niemand hier, man. Oh, daar. No shot! Ik dacht dat ik hem had. Ik stopte met schieten. Die guy die komt even met een vuurshotgun om de hoek loeren. Oké, jongens, zit op C. Teammate, vang deze granaat maar even op. En, hopelijk overleef je. Holy shit, oké. Ik weet niet wat het is, maar volgens mij is er iets met de helft gebeurd. Ik weet niet of het zo is, maar misschien zeg ik wel iets heel doms. Maar ik heb het gevoel dat ik wat. Die had ik niet verwacht. Dat we wat meer moeten schieten voordat we iemand dood hebben. We gaan 2 om 3. Kom op, jongens. We moeten even de pit erin gooien. We moeten dit potje wel winnen. We staan wel echt voor, dat is nice. We gaan even deze gun pakken. Ik zie niemand. Oh shit. Hun hebben al die scorestreaks al. Ik zie helemaal niks. Door de trillen. Oké, we gaan naar B. We moeten B hebben. Oh my god. Maarten, die vuurshotgun. Dat wil ik even niet hebben, ouwe. Dus dom er even op met die vuurshotgun. Jongen. Oké, we gaan tot nu toe niet heel erg goed. Ik moet even de... Hier loopt hij weer, hè. Kut, Maarten. Met die shotgun. Die shotgun is wel echt... Oh, kut. Huh, dolphin dive. Oh, dat scheelt echt niks. Oh my god. Zit hier, let op, 3, 2, 1. Ik ben zo weak, hè, maar ik durf er niet op af te rennen. Kijk, ik wist het, hè. Natuurlijk, de STG is veel chiller voor die afstandjes. En ik heb een submachine gun op zich. De PPC is natuurlijk een chill wapen, dat zeg ik je eerlijk. Ik vind het een van de chillste wapens uit de game. Maar op die afstandjes kan ik er niet zo heel veel. Paratroopers hebben ze gewoon, die enemies. What the fuck, ouwe. Teammates, wat zijn we aan het doen? Oké, dat is die Maarten, volgens mij, met die shotgun, dat die al die shit haalt. Maar die paratroopers moeten we even voor oppassen. Oké, nice, dropshotje. Oké, we hebben het een beetje weer doorgekregen. Jongens, kom op, we staan nog voor. Alleen we moeten even die B-vlag zien te... Oké, kut, zit daar een boven te campen? Die is down. Oh, in mijn nek. Nee, ik wil een dolphin dive doen, maar als je dolphin dive kan je niet schieten. Dat is zo moeilijk, ouder. Want als je... Is er een soort van perk voor of zo? Dat je als je dolphin dive, dat je ook tegelijkertijd kan schieten? Want dat zou echt chill zijn. Ik wil even die vlag meepakken. Hup. Oké, nice. In onze nek, jongens. Teammate, draai om.
Ik zei nog in onze nek, hè. Niemand draait. Oké, okay, nu. Ja, een beetje laat, jongens. Ik heb hem al. Maar oké, okay, we hebben de A-vlag weer. Nu moeten we alleen B weer zien te bemachtigen. Teammates in jullie nek. Jullie hebben een UAV, hè? Jullie hebben ze alweer A. Hij wist dat ik niet was, dus een UAV. Maar ik had hem. Mooi. Oké, okay, nice. Die is down. We hebben A gesecured. Hij heeft die gun. Oh, die gun is nog steeds zo sterk, hè. Ik probeerde er eigenlijk ook bij die gun te komen. Zodat ik gewoon goed kon schieten daar. Maar, jongens, ze zitten alweer in onze nek. Oh my god, die vind ik was heel slecht. Ik gooide nog eerst een granaat, hè. Besef. Oké, okay, teammate, lekker. Pak B. Ik kom je helpen. Kom je verdedigen. Ga niet dood. Lekker. Oké, okay, we hebben B. Nice, die is down. Ja, jongens. Zitten allemaal in de midden bij C hier. Daar. Daar gaan ze komen. Of hier links. Nee, hier links. Kut. Even liggen, hoor. Even opwachten. Oh shit, oh shit. Komt ie, 3-2. Daag. Het is echt druk hier in het midden, ouwe. Hier bij C, in die bunker zitten ze. Hij heeft een sneeuw outfit, dat is fucking sterk volgens mij. Want, ja oké, okay, sterk niet, maar het is gewoon wel. Hij heeft schutkleur in deze map, ouwe, dat is wel chill. Kijk, hij, hoe kom je eraan, ouwe? Jongens, weet iemand dat? Oh my god. Oh, weg, weg, genaamd. Ah, nee. Oké, okay, ik heb mijn scorescreen natuurlijk. Dat mooie vliegtuigje wat over de map heen vliegt. Dat ga ik ongeveer hier zo doen, denk ik. Dat dat een goede is. Oké, okay, let's go. Hopelijk kunnen we even een kill pakken. Dat is 1. 2. En dat was het ook wel. Oké, okay, 2 kills. Natuurlijk chill mee te nemen. Die scorescreen vind ik op zich wel chill. Alleen ze kunnen er wel voor hiden natuurlijk. Bijna elke scorescreen kunnen ze eigenlijk wel voor weg gaan schuilen. Mag jij wel 2 kills? Oké, okay, dit was halftime. We staan achter. Oké. Okay. Ik heb maar 2 captures. Mijn teammates zijn wel goed bezig. 4 captures zie ik. Ik ga wel meer voor de vlaggen. Dat zie ik wel. Want zo gaan we niet winnen. We moeten even lekker die vlagjes pakken. Ik ga gelijk voor B weer. Want dat was wel een goede tactiek. Want B best snel. En dus jongens, kom op. We moeten even die B-vlag pakken, jongens. Kom maar op. Tweede ronde. 19 om 8 op zich. Een 2KD is het. Nice, nice, nice. Oké. Okay. Jongens, let's go. Kom op. Oké, okay, we spannen bij A. Dan moet ik even. Ik ga via de brug. Via die kant. Jongens, draai je ook om. Ik ga in mijn eentje naar B. Oh, dit is zo niet cool, hè. Ik ga via het midden. Via het midden. Ik hoop dat ze dat niet verwachten. Teammate lekker. Teammate loopt. Oh, ik vergeet weer dat granaat gebeuren. Nee, kut. Ik ben dood. Oké, okay, teammate heeft een kill. Hopelijk blijft hij daar een beetje lang overleven. Ik zie de killfeed. Nee, hij is dood. Hij is dood. Kut, we moeten naar B. Ik hoop niet dat er mensen zitten. Nu kan ik wel granaat gooien. Kut, ze gooien ook granaat. Ja, daar hebben we. Dat was een hitmarker. 1 kill. Dan loop ik om. 2 kills. Want hij wist niet dat ik. Hij dacht dat ik hier bovenop kwam. Dus ik had hem. Oké, okay, mooi. Ik ga hier even campen. Teammate, als jij nou ook komt. Kut, ik moet eigenlijk die handglitch hier pakken. Even duiken. Die guy komt hier via links. Ja, ik heb hem. Nice, jongens. Oh, in mijn eentje heb ik gewoon B gepakt, hè. Maar er zit hier, die shotgun guy zit hier ergens. Ik ga er gewoon op af, fuck it. Ik wil, ik weet niet of ik hem. Hier heb je hem. Oh my god. Let op, 3-2. Daag. Oké, okay, nice. We hebben een UV'tje binnen. Oh, kut, ik roep de verkeerde in. Nee, kut. Kan ik dit wegdoen? Ja, oké, okay, nice. Oh, ik wou mijn UV in roepen, maar ik. Oh shit, maar ik geef hem een verkeerde scorescreen in. Komt hij? Ik ga via links. Hij zit. Kijk! Oh, die shotgun! Nee! Oh, ik heb wel al mijn scorescreens dood. Dat is een chill. Ik werd in vuur gestoken. Natuurlijk, daar kan je niet echt voor wegrennen. Oké, okay, we pleuren. Oh, dit gaat heel snel. Oh, hou hem recht. Zo. Het draaide heel erg snel. Oké, okay, jongens. Weer met de vliegtuigers. Let's go. Dat zijn. Kom op, 1 kill. 2 kills. Lekker. Oké, okay, weer 2 kills. Ik pak de hele tijd wel gewoon 2 kills op. We hebben natuurlijk ook onze mooie bom. Even neerpompen die handen op C. Wordt het triple? Nee, de. Oh my god. Een teammate killed hem al. Oké, okay, nice. Wat ons team nu aan het doen is eigenlijk best wel chill. We hebben nu dikke, zeg maar, overtake genomen over de vlaggen. Wij houden nu al die vlaggen, zeg maar, bij elkaar. Dus dat is wel mooi. Goed van ons team mee dat we nu wat meer voor de objectives zijn te spelen. Niet die shotgun. Oh my god. Dat is zo'n apart ding, hè. Dat ding schiet vuur. En als je gewoon eenmaal in vuur geschoten bent, dan ben je gewoon. Ja, weet je, je verbrandt gewoon, weet je. Dat duurt eventjes voordat je dood bent, maar je gaat meestal wel dood. Oké, okay, hier links zit ze. Dus gaan we waarschijnlijk B pakken. Ja, dat dacht ik al. Waar zit hij? Daar rechts of links? Daar links. Ik kan hem net niet raken. Jongens. Even omlopen hoor. Oh, hij is dood. Lekker teammates. Oh, wat? Ze hebben. Oh my god, ze hebben nog. Holy shit, ouwe. Er komt een dikke bom op ons. Jongens. Oh, je trilt helemaal. Ik kan helemaal niks meer zien. Waarom doen jullie dit? Ze zijn al lang dood. Er was maar 1 guy op B. Oké, okay, in onze nek. In onze nek. Kut, nou zie ik helemaal niks. Die bomdingen, ik zie helemaal niks, jongens. Oké, okay, we hebben hem nog wel. Mooi. Oké, okay, nice. Die PPC schiet zo chill, hè. Dat is echt gewoon echt mijn lievelingswapen, denk ik, tot nu toe in de game. De Grease Gun vind ik ook wel echt chill. Maar dit wapen schiet zo chill. Kut, ik heb een UV'tje, dat wel. Ze spannen allemaal voor mij, ouwe. Let op. Hop. En weer om. Ja, we hebben nu een triple cap, ouwe. We winnen dit easy. 31 om 10 gaan we ook. Kijk, we hebben onze score ook weer herpakt. Dit gaat wel echt weer goed, ouwe. Lekker team is. Ik ben trots op jullie. Hoppa, weer een killtje erbij. Teammate in je nek. Draai om. Ik heb al mijn scorescreens gewoon weer, ouwe.
Oh, oh, nee, die granaat. Oh, wat hebben we een dubbelke. Nou, we hebben weer onze mooie scorescreens. Ik vind dit vliegtuig gebeuren vind ik wel echt sick. Want dit heb je nog nooit echt gezien dat je zelf een lightning strike eigenlijk is het, kan besturen. Ziet er wel echt dope uit, oké. Kom op, 2 kills. Nee, wat? Oh, ze zijn wel weak. Nou, dan gooien we even een bom erachter, hè. Zo kan het ook bombarderen, gewoon de hele map. Oké, daar ring. Gaat hij dood? Ik denk dat ze hier spannen. Nee, ik kon die turn niet meer maken. Jammer, jammer. Oké. 34-11, een redelijke score. Het komt beter met de deads, maar ach ja. In het begin hadden we het een beetje moeilijk met dit potje. Maar tot nu toe gaat het wel goed, hè. Spannen ze hier? Nee. We zitten weer bij B, jongens. Zorg niet dat ze B pakken, want we staan nu echt goed voor. Nee, ze zijn allemaal dood. Nice. Ja, wat kan ik hiervan zeggen? We winnen dik. We hebben nu 1 voorsprong gepakt, jongen, die ze niet meer kunnen inhalen. Tenzij dat ze nu 1 lijpe triple... Oh, hij had mij lekker. Vuur 10, jongen. Lekker, GG. Dat was een mooie kill. Weet je, ik dropshot... Oh, ik weet niet of hij dropshot. Ik kon het niet heel goed zien. Maar hij had mij, dus hey, mooi. Ze pakken A. Eigenlijk mogen ze van mij wel aanpakken, gewoon voor de eer. Of niet? Teammate gaat ze pakken? Nee, ze hebben A. Oké, mooi. Oké, spannend dan bij A, weet je. Het is een beetje een saai potje altijd als je heel ver voor staat. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Maar ja, we hebben gewoon gewonnen. Dat is easy. Als we nu dit nog verliezen, dan zijn we geowned. Dat zeg ik eerlijk. Dan zijn we geowned. Hoppa, weer een kill. Ja, die Maarten, die speelt de hele tijd wel met een shotgun houden. Nice dat hij het volhoudt. Ja, we speelden maar tegen 1 man. We hebben het hele team laten race quitten. Ja, 36 om 12. En we hebben de Bronze Star. Duimpje omhoog voor dat. Dat was 1 kill. Volgens mij niet zo heel mooie kills waren. Dit is echt... Oké, dat was het. Is dit een triple kill of een dubbel? Kijk, die kills. Op zich... Het is een triple trouwens. Zo, sick. Nice, lekker. Nou, dit was op zich wel een super chill domination poortje natuurlijk op Ardennes Forest. En we gingen 36 om 12. Ja, ik... Het was gewoon een super geslaagd potje. Helaas dat mensen lief. Dat vind ik altijd wel jammer. Dat kan je niet doorgaan. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Dag mensen.